Welkom aan boord. Het is typisch Nederlands weer. We wilden dit natuurlijk met een zonnetje doen, maar ja, we hebben daar al maandenlang geen zonnetje gezien. Dus we gaan het gewoon vandaag doen. We zitten in de F2. We hebben het hele interieur hebben natuurlijk al besproken van het toestel. Het opstarten is super makkelijk. Toevallig ken ik de checklist uit mijn hoofd, maar dat is in dit toestel dan ook echt heel simpel. We hebben batterij 1 en 2 aangezet, want we hebben twee volledig autonome batterijen die allebei separaat het hele systeem kunnen poweren. Daarnaast heeft de motor nog een eigen generator en batterij. Nou, dan hebben we dus ook nog twee generators, die gaan ook aan. We zetten de strobelight aan, zodat buiten iedereen weet dat wij op gaan starten. Ik heb de parkeerrem, de parking brake heb ik er al opgezet. En dan in principe zijn wij nu al klaar om te starten. Ik zet de gashendel, de trottel nog eventjes op de stand voor het starten. En dan draaien wij de sleutel gewoon om door A en B. En dan gaan wij starten. En dan loopt de motor. Nou, het is een Rotax 912 IS. Dus daar zijn eigenlijk geen verrassingen. Het is en blijft een Rotax. We hebben netjes oliedruk. De olietemperatuur gaat rustig oplopen. Voor de rest kunnen we zien dat er genoeg fuel aanwezig is. De fuel pressure is ook helemaal goed. Alles is verder in het groen. En we hebben voldoende brandstof om deze korte vlucht te maken. Doel is ongeveer 20 minuten. En het idee is dat ik jullie zoveel mogelijk laat zien van het juist heel veilige vlieggedrag van de F2. Hij is super stabiel. Uit zichzelf vliegt hij super stabiel. Maar zoals eerder aangehaald, als we de randen van de flight envelope opzoeken, dan zul je ook zeker zien dat de autopilot ons daarvoor gaat behoeden. Nou, ik hoop dat er door de druppels van het raam nog een beetje wat te zien is. De rest van de verlichting zetten we aan. De pitot heat hebben we aangezet. Voor de rest heb ik de frequenties al staan. En dan zal ik eventjes oproepen naar de toren om te zeggen dat we een vluchtje gaan maken. Om nu van de parking brake af te gaan, dat is wel even interessant. Anders dan anders, omdat we geen footbrakes hebben, moeten we eerst eventjes rusten naar idle. Dan gaat de parking brake eraf, is de druk niet meer opgesloten. En als ik nu gas geef, gaan we gewoon lekker taxiën. En stuur ik gewoon met mijn pedalen. Dus het neuswiel is direct gestuurd. Maar als ik de remmen wil checken, zoals voor iedere vlucht, dan moet ik dat eventjes doen met de gashendel. En dus niet met voeten. Nou, dan gaan we een rechte bocht maken. En dan gaan we rustig naar de run-up. Aan de run-up natuurlijk ook niet zo heel veel bijzonderheden. Waar we de motor eventjes goed checken en het vliegtuig klaarmaken om te gaan vliegen. En dan gaan we rustig de parking brake er weer opzetten. En zit de druk erop. Nou, voor de before take-off check gebruiken we netjes even de checklist. De olietemperatuur moet minimaal 50 graden zijn. Dat is die bijna. We zetten het motorvermogen ietsjes hoger. Loopt de motor ook iets netter? En dan is de temperatuur ook wat eerder daar. De parking brake die staat er al op. Nou, eerder verteld hè, fuel balancer. Die staat op automatisch. De fuel wordt dus automatisch gebalanced tussen links en rechts. Hij gebruikt nu van links. Dat kan ik zien aan een groen lampje wat daar brandt. Dus wat ik doe is, ik zet hem eventjes naar rechts. En ik kijk gewoon of daar het lampje ook gaat branden. Of we dus dan voeden uit de rechtertank. En of de motor netjes blijft lopen. Nou, dat duurt altijd even. Maar uiteindelijk is het systeem daar. En alles ziet er goed uit. Dan zet ik hem weer terug naar auto. En dan vanaf nu doet hij het balancen weer helemaal automatisch. Super fijn. Nou, dan hebben we inmiddels onze 50 graden. En mogen wij de motor gaan checken. En dat doen we door naar 4000 RPM te gaan. De parking brake is hartstikke goed. Dus die houdt dat gewoon netjes vast. Die 4000 toeren. Druppels gaan ook mooi van het raam. Dat is altijd fijn. En dan gaan we eigenlijk, wat vroeger de magnetozwaren, hè, we gaan de lanes even checken van de 912 IS. En dat doen we door eerst naar B te schakelen. We zien dat B uitvalt. We zien dat dat wat kruisen oplevert op de sensoren op de motorpagina. En we hebben een engine ECU waarschuwing die aangeeft dat er iets niet helemaal oké is. Nou, dat klopt allemaal. Gaan we terug naar A plus B. Dan wachten we totdat de waarschuwingen weg zijn. En uiteindelijk gaan we naar A door B. Dat levert eventjes twee leenlampen op. Nou, dat klopt ook helemaal. Again, we zien de rode kruisen. We hebben een engine ECU waarschuwing en alleen leen A blijft branden. Dat klopt ook. En dan gaat hij weer terug naar allebei. En dan wachten we eventjes totdat alle waarschuwingen weer weg zijn, voordat we verder gaan.
Nou, dan moet er nog een idle check gedaan worden. Dat is nu. We halen de trottel even helemaal dicht. Het wordt rustig aan boord. En de motor loopt netjes in idle. Helemaal super. Wat we ook doen, omdat de autopilot automatisch kan ingrijpen en flight envelope protection doet bij dit vliegtuig, is we zetten de autopilot eventjes aan. En nu stuur ik door de autopilot heen. Je hebt natuurlijk altijd nog autoriteit. De autopilot kan nooit winnen van de piloot. Maar we checken even of we full en free movement hebben met de autopilot op. Nou, dat is wel zwaar, maar het kan. En dat is waar het om gaat. Dan drukken we de autopilot eraf. En de flight director ook. En nou stuur ik nog een keertje. En nou voel ik gewoon dat het helemaal zonder weerstand is. Kan ik de stick volledig bewegen. Dus dat is helemaal goed. Ook de trim, die kun je bij jou midden op het schermpje zien. Daar zit een pitch trim op. Die is super fijn om te gebruiken. En die zetten we nu eventjes in het midden. Zodat die neutraal staat alvast voor take-off. Dan de flaps. Nou, flaps, heerlijk. We hebben een flap switch. Die drukken we naar take-off. Dat duurt natuurlijk even. Ik kijk links en rechts of die flaps ook netjes uitslaan. En dat doen ze. Het lampje take-off brandt. Hij staat in de juiste positie. De aux fuel pump, die we alleen gebruiken in de circuits tijdens take-offs en landingen, die staat inmiddels aan. De pitot heat, die heb ik al aangezet, zeker met, met dit weer. Willen we dat eventjes zo houden. En eens even kijken. Dan voor de rest hebben we de deuren gesloten en zitten we lekker binnen. Voor de take-off zometeen. Wij zullen een standaard take-off doen vanaf teugen. De wind is, er is heel weinig wind. En als er een beetje wind is, is het in de baan. We hebben wel wat buien om ons heen. Dus we gaan kijken of we een mooi stukje area kunnen vinden. Waar we goed weer hebben. Goed genoeg in ieder geval om de manoeuvres te laten zien. Dan ga ik rustig eens oproepen naar de toren. Een teugen radio, die Delta Kilo is lining up for departure. Delta Kilo, roger. Dan zou ik zeggen, enjoy the flight. Dankjewel. Beetje netjes op de centerline blijven. We hebben de airspeed alive, no warnings, no cautions. Alles ziet er goed uit. Een paar vogeltjes gezien. Daar gaan we zo meteen overheen. 55 gaan we rustig roteren. Hup, hup. Zetten we de neus voor de neusstand van 70 knopen. En dan zijn we lekker aan het klimmen. En het toestel is super stabiel. Dus dat vliegt mega fijn. En ik heb nog niemand anders horen beweren, dus dat is fijn. Oké, door de 300 voet heen gaan de flaps omhoog. Nou, gelukkig hebben we veel zicht. En we gaan trimmen om netjes eventjes 70 vast te houden. Klimmen met dit toestel. Kijk, ik heb mijn handen los. We vliegen super stabiel. Er staat geen autopilot aan. De trim is eigenlijk perfect. Hij houdt gewoon netjes 80 knopen vast. We hebben een angle of attack indication hier op het scherm met die groene streepjes. En die geeft nu aan. Het groene bolletje is normaal gesproken voor de best glide. Maar je ziet mega stabiel. Zonder autopilot nogmaals vliegt hij gewoon helemaal zichzelf. En dat is denk ik het fijnste van dit toestel. Nou, ik ga ons zo meteen rustig aflevelen. En dan gaan wij beginnen aan de eerste manoeuvres. Ook fijn, we laten het gas gewoon staan op full power totdat we op hoogte zijn. En dan levelen we rustig af en zetten we cruise power. Nou, dan komt 3000 voet eraan. En dan ga ik heel rustig de neus omlaag drukken. En er is dus een hele fijne trim die ons daarbij helpt. Dus ik zet hem eerst. En dan trim ik hem gewoon meteen af. En dan gaan we naar Economy Cruise. En dan zijn wij aan het aflevelen. En zet ik even 4700 toeren. En dan zien we al het woordje eco hier op het scherm komen, ook bij jouw scherm inderdaad. En dan gaan wij eens eventjes kijken op de pagina met de motorinformatie wat we nou eigenlijk verbruiken. En dan zie je hier dat wij nu op 3000 voet verbruiken wij 13 liter per uur met eigenlijk nog fast cruise, hè, want we zijn nog aan het versnellen, we gaan door de 100 knopen heen. Dus dat is eigenlijk super netjes voor een toestel van dit formaat. Als we kruisen met 4600 toeren, wat ons straks zo'n beetje 95 knopen zal geven. Wel even netjes level blijven vliegen. Dan
Zul je zien, klein beetje erbij, 4500 had ik gezegd, zoiets. Dat wij gaan naar 10,7 liter per uur. Nou, ik ken geen vliegtuig wat zo weinig fuel verbruikt. Dit formaat vliegtuig met deze performance. We gaan eventjes omdraaien richting teugen. En dan wil ik eventjes wat laten zien over de flight envelope protection. Dus we zitten hoog genoeg. We doen kort een hazel check. De height is bijna 3000 voet. 2800 nu. De area is eigenlijk de Veluwe. Met voor ons zometeen teugen, airfield. Nou, dan de security. We hebben alles netjes vast hier binnen. Geen losse dingetjes. De engine instruments, die zien er allemaal super uit. Drukke temperaturen netjes in het groen. Nou, wat we nu gaan doen is, we gaan voor ons kijken. Ik ga een stoel introduceren of ik ga dat proberen. Nou, het vliegtuig wil dat vanuit zichzelf al helemaal niet. Maar ik ga laten zien dat als ik het maar lang genoeg probeer vol te houden, dat uiteindelijk de autopilot gewoon ingrijpt. Dus alle checks die zijn gedaan. Ik heb een hele goede lookout gedaan. Ik breng de motor terug naar idle, naar stationair. En ik breng heel rustig de neus omhoog. Nou, we zien al de angle of attack indication rustig oplopen. Op het groene bolletje zouden we exact gliden met 70. Maar dat gaan we niet doen. We gaan de neus steeds iets verder brengen. En dan zullen we uiteindelijk de warning horen. En die wordt opgevolgd zometeen door een voice. Active. Daar is die, de airspeed. Maar we houden hem hier. De stick is helemaal getrokken. Ik kan nog prima vliegen. Ik kan nog bochten maken, alles. En ik hou hem gewoon stug helemaal bovenin. En nu zie je dat de autopilot gekoppeld is. Als ik nu mijn handen loslaat, vliegt het vliegtuig zichzelf uit de stoel. Natuurlijk geeft hij geen vermogen. Dus hij zal nu ook zelf weer de neus omhoog brengen. Dus ik moet zelf het vermogen regelen. Maar hij haalt je uit die stoel. Geef ik dat vermogen erbij, ontkoppel ik de autopilot en dan zijn wij weer netjes op manual control. Dus zo zie je, mega veilig toestel, hè, daar kan je eigenlijk niks fout op. Hetzelfde geldt voor een steile bocht, we zitten op 2200 voet, we gaan er wat meer vermogen geven. Als ik nou een bocht maak met 45 graden angle of bank, is dat geen probleem, doe ik dat met 60 graden, ook geen probleem. Ga ik daar doorheen, dan zal de autopilot in eerste instantie mij proberen terug te sturen naar die 45 graden helling. Luister ik daar niet naar, ook dan zal ze gaan ingrijpen. Dus ik kijk heel goed links. Links is vrij, voor me is vrij. Rechts hebben we Apeldoorn, ziet er allemaal goed uit. Ik ga rustig draaien. Ik geef een beetje vermogen bij voor de steep turn. Heel klein beetje voeten. Voeten zijn super gevoelig, is bijna niks nodig. Nou, en dan gaan we, hier is 45 graden angle of bank. Dat ziet er goed uit. En dan gaan we rustig door. En dan ga ik naar die 60 graden angle of bank. En daar ga ik nu een beetje doorheen, zie je dat? Nou, dan zie je een geel streepje komen. Die wil dat we dat niet doen. En als ik dit nou volhou, 60 graden angle of bank, volhouden, volhouden. Kijk, daar is de autopilot. En die brengt nu zelf het toestel level. Doe ik niks aan. He? Dus eigenlijk, zelfs al wil je iets heel doms doen, dan gaat het vliegtuig jou daarvoor boeden. Oké? Nou, dat zijn de belangrijkste dingen die ik wilde laten zien. Glijden, ook belangrijk voor een vliegtuig. Ik heb het motorvermogen teruggehaald naar eigenlijk stationair, naar idle. En we gaan rustig gliden met 70 knopen. En 70 knopen is, zoals gezegd, het groene bolletje op de angle of attack indicator. Hij rekent ook zelf VY alsmaar uit voor je, afhankelijk van in welke condities je zit. Dus wat ik doe is, ik ga hem rustig proberen af te trimmen op uiteindelijk die VUI. En nou, je ziet heel rustig, ook nu weer ben ik helemaal uitgetrimd. Ik kan met handen los vliegen, geen enkel probleem. En we zien dat er nu zo'n beetje 600 voet per minuut, even terug naar de 70. Dat zou zelfs 500 voet per minuut moeten zijn, rate of descent uitkomt. En dat is voor een toestel van dit formaat ook maar heel weinig. Okay? Als ik nou de flaps naar take-off selecteer, de speed is goed, dan heb ik duidelijk wat balloon. Moet ik echt drukken om die 70 vast te houden? Dus dan zien we de neusstand echt wel noemenswaardig omlaag gaan. Maar als ik nu flaps land selecteer, again, snelheid is goed, dan moet ik de neus echt een end omlaag zetten om die 70 knopen vast te houden. En dit is straks heel fijn als we gaan landen op de baan bij teugen, want dit geeft ons een uitermate goed zicht voor ons. Dus ook dat is heel prettig aan dit toestel.
Nou, en ondertussen ook goed om even bij stil te staan. We zitten dus in een super ruim toestel, heel breed. Ik heb heel veel beenruimte, ik heb ook heel veel knieruimte. Stoelen kunnen nog naar achter, mijn stoel kan ook nog omhoog als ik dat wil. Geeft mij nog iets beter zicht over die neus heen. Wij zitten bij lange na niet schouder aan schouder. Er zit nog een heel paneel tussen. Dus wij hebben eigenlijk, ja, ik zeg, dit is een super ruim toestel voor de klasse waarin die zit. Nog even los van alle bagageruimte die we natuurlijk achter ons hebben. Nou, dan gaan we zo meteen een dalende bocht maken naar Teuge. Ik schakel naar Teuge. Dat kan ik doen op het scherm. Of ik kan dat gewoon doen op de radio. Dat maakt niet uit, want dat zit allemaal aan elkaar gekoppeld. En dat blijft ook altijd dezelfde indicatie geven. Om ons heen alles vrij. Meldpunt Sierra, altijd goed kijken. Gelukkig hebben we ook traffic info hierop. Dus als ik die erbij zet, dat scherm, dan kun je daarop gewoon, en dan kun je zelf inzoomen of uitzoomen, kun je ander verkeer zien aankomen. Het maakt niet uit op welk scherm je zit, want zelfs al zit je niet op dat scherm, op het moment dat er verkeer in de buurt komt, krijgen we daar ook een audio warning van, een voice warning, en komt die op elk scherm, is het verkeer ook zichtbaar. Uiteraard zie ik het verkeer liever eerst zelf, dan dat het systeem dat voor me ziet. Nou, het vliegveld voor ons, de eerste bocht zometeen naar downwind, is naar rechts. Voor de pre-landing checks is eigenlijk heel simpel bij deze kist. Alle schakelaars staan aan, inclusief de AUX-pump die tijdens de cruise uitstaat. En eventueel de pitot heat, dat is optioneel. Voor de rest hebben we geen waarschuwingslampen, no warning cautions. En zijn alle circuit breakers netjes in. De drukken en de temperaturen van de motor, die zien er allemaal goed uit. Fuel quantity staat te knipperen in het rood, zie je dat? Dat komt omdat we net een steile bocht hebben gemaakt. En als je dan niet al te veel peut bij je hebt, dan kan het zijn dat hij dat gaat aangeven. Die komt straks, levelt hij weer helemaal netjes uit. Nou, dan voor de rest hebben we de riemen vast, deur dicht. Nou, aan het einde van downwind gaan we rustig naar zo'n beetje 3800 toeren. Want we willen de snelheid uiteindelijk zodanig hebben dat we in ieder geval de flaps naar take-off kunnen doen. Klein beetje erbij trimmen, flaps gaan naar take-off. Balloenen moet ik opvangen met trim, neusstand gelijk houden en dan begin ik mijn bocht naar links aan het einde van downwind. En dan houden we initieel gewoon 70 vast op base, om uiteindelijk straks op final te landen met 60 knopen. 60 knopen final, gaan we de roundout in. En trimmen, want ook nu moet je gewoon hands-off kunnen vliegen dit toestel, zo fijn is die trim. Als je het hele circuit bijtrimt, hoef je eigenlijk niet zoveel te doen. 500. Goed, de snelheid is goed. We gaan de flaps gaan naar land. En nou moest dus die neus echt omlaag om hem daar neer te zetten voor uiteindelijk 60 knopen. En dan zie je dat je een mega zicht naar voren hebt. Echt ongelooflijk. Lekker meetrimmen. Ook nu, handen los, geen enkel probleem. Heel stabiel toestel. De baan is verder helemaal vrij. De wind is gecheckt. Nou, dan komen we aan op de baan en op de roundout. En dan gaan we heel langzaam, klein beetje links voeten. Eén wiel, twee wiel en het derde wiel. En nu is het wel prettig dat we dus remmen met de trottel en niet differentieel remmen op de pedalen. Dus wat ik doe is, ik ga heel rustig de trottel wat naar achter brengen. En dan zie je eigenlijk dat het toestel mooi recht remt. Dus ik hoef niet bij te sturen met rudder om de centerline te behouden. Hij remt gewoon hartstikke mooi netjes. Speed is under control. Nou, dan gaat de AUX-pump gaat af. De landing light gaat af. De pitot heat gaat af. De transponder gaat naar standby. En de flaps heb ik al opgedaan. Dan zijn de after landing checks completed. En dan taxiën we rustig in. Mochten jullie nou vragen hebben of meer informatie willen hebben, ga eventjes naar www.eflightsupply.nl. En dan kom je altijd bij ons uit en dan help ik je heel graag.